bij de feedback voor het herkansingsexamen dat in juni werd gehouden. Dus de herkansing van het examen in januari. We hadden 7 vragen. We hebben een aantal vragen, 3 met name op een half punt. We hebben er 2 op 0,75 en 2 op 1 punt gequoteerd. Ook hier geldt het gegeven dat alles bijeen, de examens dit jaar, deze zittijd, zeer vergelijkbaar zijn met andere jaren, ieder iets beter zelfs. En waarschijnlijk komt dat omdat we ook in de verbetering misschien iets minder streng geweest zijn. De vragen waren van hetzelfde niveau als andere jaren. En de studenten hebben dus ook blijkbaar op eenzelfde niveau geantwoord als andere jaren, ondanks de coronacrisis. Eerste vraag was de vraag: Europese richtlijnen hebben niet dezelfde juridische status als een Belgische wet. Geef voorbeelden, juridische voorbeelden van die verschillen. Daar zijn verschillende vragen, antwoorden liever goed natuurlijk. Een richtlijn moet eerst omgezet worden, er is een tweede stap nodig, dat is bij een wet niet. Een wet kan onmiddellijk uitvoerbaar zijn. Richtlijnen kunnen geen horizontale werking hebben, ze richten zich naar de staat en ze gaan een horizontale werking ten opzichte van een medeburger is in principe niet mogelijk. Voor de wet is dat evident wel mogelijk. Richtlijnen zijn afkomstig van een supranationale wetgever, de wet van een nationale wetgever. Dat is een heel eenvoudig onderscheid. Richtlijnen zijn verbindend wat de doelstelling betreft. De wet is verbindend in al zijn onderdelen en zo hebben we nog een aantal mogelijkheden die we konden aanvaarden als ze ook juist waren. Tweede vraag, het vrij verkeer van goederen ligt in het verdrag voor de werking van de Europese Unie, artikel 26, 28 tot en met 37 en wordt de wet goedgekeurd, die gaat dat uitwerken, waardoor buitenlands kapitaal volledig vrij is in België. En er is een meneer die vindt dat dat niet kan. En als men hem zegt, ja maar goed, we voeren gewoon hier dat verdrag uit, dan zegt hij, ik zal dat verdrag toetsen aan de grondwet. En hij wil dus het verdrag, de artikelen 26, 28 tot 37, toetsen aan artikel 23 van onze grondwet, artikel 23 over sociaal-culturele rechten. En dan is de vraag, moet de rechter die daarmee geconfronteerd worden de vraag stellen aan het grondwettelijk hof? Mag hij dat stellen? Moet de rechter dat weigeren te stellen en legt dat uit? Het antwoord is dat de rechter dat niet mag. Hij mag dat niet stellen. Om 2 mogelijke redenen die we kunnen aangeven, die we hebben allebei goedgekeurd als een van beide werd gegeven. 1. We kunnen zeggen dat hier toetst men het verdrag aan de grondwet, daar is het grondwettelijk hof niet bevoegd op. Het grondwettelijk hof is bevoegd om een wet te toetsen aan de grondwet, niet een verdrag, dat behoort niet tot zijn voorwerp, zou men kunnen zeggen. Dat is een mogelijk antwoord dat we goed hebben gerekend, daar is enige discussie over, maar we rekenen dat goed. Ten tweede, wat we ook konden zeggen is, eigenlijk wordt hier de goedkeuringswet van dat verdrag goedgekeurd. Dat verdrag is goedgekeurd bij wet. Het gaat over een wet met betrekking tot de Europese Unie. Dus eigenlijk een constituerend verdrag. En volgens artikel 26, paragraaf 1 bis van de bijzondere wet op het grondwettelijk hof, mag het grondwettelijk hof geen prejudiciële vragen beantwoorden over die instemmingswet als het over de Europese Unie of het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen gaat. De twee antwoorden liever zijn goedgekeurd. Derde vraag betrof mevrouw Pepermans, die in de gemeente Boeghout woont. En zij heeft daar een winkel in tweedehands kledij. De gemeente heeft een belasting goedgekeurd op winkels die tweedehands kledij verkopen. Maar die belasting is niet van toepassing op winkels die gewoon kleren eerstehands verkopen. Dus bovendien maar 1 winkel in Boeghout die tweedehands kledij verkoopt. En die mevrouw is helemaal niet gelukkig en ze gaat tegen de beslissing van de gemeenteraad in beroep bij de Raad van State. Ze gaat dus een procedure aan starten bij de Raad van State. Dat is de veronderstelling.
Wat zal ze bij de Raad van State vorderen, juridisch vorderen? Het antwoord is, ze zal de vernietiging vorderen, de annulatie, dat aanvaarden we uiteraard ook, zijn tweezelfde woorden. Ze kan ook de schorsing vragen, en ze kan de schorsing en de annulatie vragen. En dat was de eerste antwoord. Men kon theoretisch ook zeggen dat ze daarbij onmiddellijk ook bij vernietiging het burgerlijk gevolg, de schadevergoeding, de billijke tegemoetkoming kon eisen, maar dat hebben we niet als voorwaarde voor een juist antwoord gezien, omdat ze dat ook niet moet doen. Hoe zou je haar stelling verwoorden? Essentieel is hier geweest dat het antwoord moet aangeven dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen tweedehands en eerstehands winkels en dat dat onderscheid volgens die mevrouw niet relevant is, dat niet objectiveerbaar is met een bepaalde doelstelling, dat dat willekeurig is, dat je geen een redelijke argument vindt waarom dat onderscheid zou moeten dienen voor welk doel dat justifieerbaar is. Is daar een reden toe dat men dat wil? De reden kan zijn dat men dat niet graag heeft dat er een tweedehandswinkel zou komen, maar dat is geen reden voor een gemeente om dat anders te belasten. Dus essentieel is dat het onderscheid dat men maakt in vergelijkbare categorieën, winkel eerstehands, winkel tweedehands, dat het onderscheid dat men daar maakt, niet op redelijke argumenten baseert, dus niet relevante argumenten, willekeurige argumenten. Dat was eigenlijk wat we moesten hebben. En dat is in strijd met artikel 10.11 grondwet. En zelfs onder de 72 konden we brengen, omdat het een belastingsreglement was. Heeft mevrouw daar kans? Het antwoord is ja, ze heeft daar kans. Omdat we effectief kunnen zeggen dat dat onderscheid niet pertinent is, niet een aanvaardbaar onderscheid is. Als iemand toch vond dat ze geen kans meer kan, en hij had daar een hele goede uitleg, of zij had daar een zeer goede uitleg voor, konden we dat ook aanvaarden. Maar dat was natuurlijk wel een beetje moeilijk uitlegbaar. Dat is evident. Vraag 4 gaat dan, indien een vraag naar de grondwettelijkheid van een wet of decreet wordt opgeworpen voor een rechtscollege, dan mag dit college niet aan grondwetstoetsing doen, maar moet dit rechtscollege het grondwettelijk hof verzoeken om over deze vraag uitspraak te doen. Ben je het met deze stelling eens? Zo nee, waarom niet? Ja, argumenteer waarom wel. Het antwoord is dat dat niet juist is, hè, want het is onprecies, want er zijn 6 redenen waarom je niet naar het grondwettelijk hof moet. Een prejudiciële vraag moet niet gesteld worden in geval van de rechter onbevoegd, vordering onontvankelijk, grondwettelijk hof reeds uitspraak gedaan en dan volgt die uitspraak. Vorderingen spoedeisend en slechts een voorlopig karakter. Handhaving van voorlopige hechtenis. Het antwoord is niet onontbeerlijk om de zaak te beslechten en de wet of het decreet schendt de grondwet klaarblijkelijk niet. En die laatste 2 zijn niet van toepassing voor de Raad van State en het Hof van Cassatie. Een eenvoudige, een beetje geheugenvraag, eigenlijk minder een redeneervraag, maar bon, het was belangrijk dat u het kent, u kon er ook veel punten op verdienen. Vraag 5, de beslissing van de gemeenteraad om ieder gezin die in de gemeente woont 2 mondmaskers ter beschikking te stellen tegen de prijs van 1 euro is ofwel een beschikkende ofwel een verordenende administratieve rechtshandeling. Het antwoord is dat het een verordenende is. Het geldt voor iedereen onpersoonlijk. Het is niet gericht naar die persoon, maar naar alle inwoners. En bovendien, voor alle inwoners neemt men een regel aan, een norm, namelijk dat men daar 1 euro voor zal vragen. Dat is gewoon een reglement dat men goedkeurt. Het is geen, men gaat niet in een stad met 50.000 inwoners 50.000 keer beslissen. We gaan u een mondmasker geven. Dat zouden 50.000 beschikkende administratieve rechtshandelingen zijn, dat is natuurlijk absurd, maar het is een algemeen, abstract, onpersoonlijke beslissing met een bepaling over de prijs die voor iedereen, alle inwoners van die stad, geldt. Dan hadden we een zin, iedere Belgische magistraat heeft het recht om een wettelijke norm op te heffen wanneer hij van oordeel is dat deze in strijd is met een rechtstreeks toepasselijke regel van het door België geratificeerde internationaal verdragsrecht, zonder voorafgaand het grondwettelijk hof te consulteren. En we vroegen af, dat zijn veel juistheden in die zin, maar welke fouten zitten er in de zin? Eerste fout, iedere Belgische magistraat, het moet zijn iedere Belgische rechtbank, magistraat is veel ruimer, ook het Openbaar Ministerie zit daaronder.
Het was eigenlijk een rechtbank. Heeft het recht, zeggen we hier, om een wettelijke norm op te heffen. Hij heeft niet het recht, maar heeft de plicht. Hij moet een wettelijke norm niet opheffen. Dat is de derde fout, maar hij moet ze buiten beschouwing laten. Hij mag ze niet toepassen. Opheffen is hier een verkeerd begrip. Je kon ook zeggen met een rechtstreeks toepasselijke regel, daar kon je ook iets over zeggen. Als je dat gezegd hebt, hebben we dat aanvaard. Maar we hebben niet gezegd dat je dat moest zeggen om al de punten te krijgen. Rechtstreeks toepasselijk of direct werkend. Het moet eigenlijk direct werkend zijn, maar soms gaat rechtstreeks toepasselijke regel ook, gaat men dat vergelijken, gaat men dat gelijkstellen met indirecte werking. Dat is niet volledig correct eigenlijk, maar bon, we hebben dat niet als iets wat iedereen moest kennen aangehouden. Dan hadden we de zevende en laatste vraag. Nadat ze uit de rechtsorde en al daar uit een geheel van concrete wetsbepalingen zijn afgeleid, gaan deze een zelfstandig bestaan leiden in die zin dat de burger zich erop kan beroepen voor de rechter, zoals hij zich op elke andere bron van positief recht kan beroepen. Welk begrip hebben we hier omschreven? Leg dat uit en geef de verschillende soorten die onder dit begrip vallen. En dan een voorbeeld. Het waren algemene rechtsbeginselen. Algemene rechtsbeginselen die komen uit de rechtsorde, uit het algemene architectuur van de rechtsorde gaat men die algemene rechtsbeginselen gaan distilleren. We hebben er van wettelijke en van grondwettelijke waarden. En daar heeft men ook een aantal voorbeelden, die zijn legio. Maar het antwoord, het basisantwoord is algemene rechtsbeginselen en dan de onderdelen zijn van wettelijke waarden en van grondwettelijke waarden. Dat is natuurlijk een basisbeginsel dat u heel goed moet kennen in de loop van de studies die u nog gaat volgen. Dit is wat het herkansingsexamen betreft.